Deze video wordt je aangeboden door Flatlander Performance, Rematec Rolbeugels en Autosport Service. Gebruiktebestrating.com, in- en verkoop van gebruikte bestrating. En Fast & Speed, made in racing. Ja, Danny, we zijn in Gerresloot aangekomen. De autocross kan eindelijk, het NK autocross kan eindelijk van start gaan. Hoe voel je? Ja, goed. Ik had er wel weer zin aan. Dus, vorige keer natuurlijk in Halen werd het afgelast. Dat was eigenlijk de eerste wedstrijd, maar ja, dat vond ik wel jammer. Ik kon 2 weken niks doen, of niks doen, wachten. Dus ja, nou mag het weer eindelijk. Kan het weer eindelijk. Ja, laten we de winterstop ook niet vergeten. Wat heb je aan de auto gedaan en wat zijn jullie plannen voor dit seizoen? De auto hebben we allebei, de Swift waar we vorig jaar kampioen zijn geworden, hebben we heel goed nagekeken en schoongemaakt. Alles nog weer verbeterd, versterkt, noem maar op. En nou een nieuwe auto erbij, een Sprinter, Junior Buggy. Dus daar zijn we nou volop mee bezig aan het proberen en aan het testen. Dus hebben we eigenlijk ook van de sponsoren eigenlijk al heel veel gekregen. Dus anders, ja, zonder hem was het ook niet gelukt natuurlijk. Ja, waarom rij je een dubbelprogramma? Ja, wij wilden eigenlijk twee klasses rijden. Maar ja, we zaten te twijfelen wat dan de andere kampioenschap gingen doen of de NK. Of beide. Nou, dat hebben we toch beide maar gedaan. Want de sponsoren wilden eigenlijk dat we NK gingen rijden. Ja, en wij wilden met de Swift ook nog een keer verdedigen voor de titel. Dus ja, dan moesten we maar met 2 auto's. Ja, dat is een beetje wennen. Je krijgt veel meer zand als met zo'n juniorklasse auto. Ja, heel andere motor, ander concept. Achterwiel aangedreven. Met Swift natuurlijk voorwiel aangedreven. Je zit in het midden van de auto. Ja, het is heel anders eigenlijk, maar het is wel aan te wennen. Met wat voor junior buggy rijden jullie? Met een GRR van een Gijs Ozier Racing is dat. Daar werk ik ook, daar doe ik heel veel dingen helpen daar. Dus dan hebben we een beetje gesponsord gekregen. Ook en een Posma motorblok van 600 cc. Dus en de schopregels van ProFlex. Dus heel wat dingetjes gesponsord gekregen en aangeboden. Dus dat is wel heel fijn. Nou, dat doe je lekker. Ik geloof niet dat iedereen hier dingen aangeboden krijgt in autocross. Ja, dat klopt. Nee, anders had ik zeker niet gekund hoor, want zonder die sponsoren dan had het echt niet gelukt. Maar wat verwacht je ervan? Ja, top 10 dat hoop ik wel. Misschien wel top 8 zo'n beetje, dat gaan we wel echt voor. Ja, maar ik bedoel ook jouw progressie, hè? Je zegt dat het is wennen. Wanneer denk je dat je echt die auto eigen maakt? Ja, als alle afstellingen goed hebben en wat ik wil dat hij doet, dat hij dat ook doet. Ja, dat gaan we toch wel proberen allemaal zo goed mogelijk af te stellen, ja. Want hoe zie je dit als een meerjarenplan? Of dat kan natuurlijk ook niet eeuwig junior buggy blijven rijden. Nee, klopt. Ik denk volgend jaar nog een jaartje. En dan ligt er aan of ik kampioen word of niet. Of hoog eindigen. Dan gaat de juniorklasse auto weg. En dan gaan we een nieuwe klasse bij je doen. Proberen. Wat zijn jouw ambities? Ja, toch wel de tourwagenklasse denk ik. Mijn vader heeft ook gedaan. Dus dan gaan we ook mee verder. Deze video wordt je aangeboden door Eurol Lubricants en Carpet Beater.